Zit u toevallig ook in een buurtpreventie WhatsApp-groep? Ja, daar zitten we inderdaad. Ja. En geeft dat u een goed gevoel? Het geeft me een veilig gevoel. Ja, als er wat op de buurt gebeurt, dan wordt het meteen per app doorgeappt. Ja, ja, bij de buurtpreventie. En wat wordt er allemaal dan ingezegd? Nou, als er vreemde mensen in de wijk lopen of als er een dier vermist wordt van een of andere bewoner. Dus dat wordt erop gezet. En is er wel eens een moment geweest dat de WhatsApp-groep best handig was? Ja, er zijn wel eens vreemde mensen in de wijk gezien. En dat is ook doorgegeven en dat de mensen goed het in de gaten moesten houden. Dat ze ook aangebeld hebben en met vreemde smoesjes probeerden binnen te komen. Op de website depeiling.nu vindt 27% een buurtwacht en WhatsApp-groep een prima oplossing tegen criminaliteit. 73% van de stemmers ziet liever meer politie op straat. Mag ook politie op straat, voor bepaalde dingen wel. Maar deze app vind ik ook wel heel goed. Ja, als er een kat vermist wordt of ze vinden een hond of ze hebben een aanrijding tegen een auto gehad. Dan vragen ze getuigen. Dus ik vind het toch wel een veilig gevoel. In een online reactie zegt Pablo, meer blauw op straat. Zeker schuilend achter een muurtje op de hoek. Vrijwillige buurtwacht. Ook zo'n giller. Je mag alleen kijken. En wanneer er zelf actie wordt ondernomen, mag jij gaan zitten. Eén grote grap hier in Nederland. Laat ook jouw mening horen. Op depeiling.nu